Speel ook dit seizoen mee met Wie is de Mol? Download de vernieuwde app en daag je vrienden uit in een pool. Voorspel en win. Je hoorde een soort tromgeroffel. Je weet niet wat je te wachten staat. Ik loop die trappen op, tree voor tree. En toen zag je dat plaatje. Mijn hartslag ging echt omhoog. Mijn hart zat in mijn keel. Ik was echt onder indruk. Ik wilde blijven staan. Ik wilde rondkijken. Maar ik dacht, nee, je moet lopen, En toen stopt het getrommel. Ik dacht, ja, nu gaat het beginnen. Welkom in China. We staan voor de Hangul-pas. De eerste poort die ooit gebouwd is in China. Hier ligt de oorsprong van de Chinese beschaving. Het is niet alleen een historische, maar ook een heilige plek. Volgens de overlevering schreef de Chinese filosoof Lao Tzu hier zijn meesterwerk over Taoïsme. De beroemde Oosterse, religieuze en filosofische stroming. Wie is de Mol? Is een spel van leugen en waarheid. Om de finale te bereiken, moet je tactisch spelen. En lastige keuzes durven te maken. Speel je het spel alleen? Of neem je iemand in vertrouwen? Spreek je de waarheid? Of niet? Hoe je het spel speelt, is aan jou. Maar misschien heb je wat aan dit advies van Lao Tzu. Tina. Vriendelijkheid in woorden wekt vertrouwen. Je moet zo een keuze maken. Tussen een poort die mogelijk leidt tot wijsheid, of een poort die mogelijk leidt tot geluk. Wat jouw keuze oplevert, mag je voor jezelf houden. Okay. Denk goed na over je strategie. En onthoud, kennis is macht. Je mag nu kiezen. En zodra je straks door je poort gaat, word je opnieuw voor de keuze gesteld. Ik wens je veel wijsheid of geluk. Ik ga voor wijsheid. Wijsheid brengt geluk.
deze. En ik ga erop uit. Welkom in China. We staan voor de Hangu Pas. De eerste poort die ooit gebouwd is in China. Hier ligt de oorsprong van de Chinese beschaving. Een historische, maar ook een heilige plek. Want volgens de overlevering schreef de Chinese filosoof Lao Tzu hier zijn meesterwerk over het Taoïsme. Misschien heb je iets aan dit advies van Lao Tzu. Buddy, met verdraaide woorden kun je van alles bereiken. Maar door juist te handelen kun je de anderen overvleugelen. Ik wens je veel wijsheid of geluk. Ik ga voor geluk. Zo'n overweldigend schouwspel. Al die mensen, die kleuren, die muziek. Ik was al gewoon nerveus, maar ik voelde me trillen en ik was ontroerd. En ik moest echt met tranen binnenhouden. Het was zo mooi. Allemaal kinderen stonden daar. Het was prachtig. Hoeveel lampions. Nou ja, 100.000 dingen door mijn hoofd. Jemig. Hoi. Hey. Wauw. Welkom in China. Ja, dit zegt me dus precies niks. Hoe je het spel speelt, is aan jou. Maar misschien heb je wat aan een wijsheid van Lao Tzu. Anita, reageer zelfs op een onintelligente behandeling intelligent. Ik ga voor mijn geluksgetal. 2014. Geluk. Ik loop verder en ik zie een tempel. Je gaat daar je verworven token, die sleutelhanger, moeten gebruiken. In die tempel stonden overal tafeltjes met kleine kistjes. Met daarop al die jaartallen. 14. Nou, ik zoeken. Nee. Oh shit, er staat er nog één. Mijn naam is Tina de Bruin. Ik ben actrice, ik zing en... Ik ga op zoek naar de mol. Nou, dat is een verzoek heel belangrijk. Ik denk dat de mol iemand is die iedereen leuk vindt. Maar ondertussen. Ik moest op zoek naar het koffertje met mijn jaartal erop. Ik probeerde stiekem even tussendoor te kijken welke andere jaartallen er nog meer waren. Ik zag bijvoorbeeld 2001 staan en die zag ik niet op mijn lijstje. Dus toen dacht ik, hey, misschien was dat wel als je wijsheid had gekozen. Oké. Op een gegeven moment vond ik het bakje met 2010... Ik maak met het goede sleuteltje maak het kistje open en er zit een briefje in. Ja, dit kan ik niet lezen. Oké. Daar stonden dus tekens op, Chinese tekens, waar ik echt geen chocola van kon bakken. Chinese tekens. Daar word ik niet heel veel wijzer van. Opgevouwen, in mijn tas gepropt en de tempel uit met een pokerface.
Leonie, de wijze houdt zich op de achtergrond, maar staat in werkelijkheid vooraan. Ik koos voor de linkerdeur, wijsheid, liep er naartoe, ging er doorheen. Ja, en ineens kom je dus weer in een soort achtertuin. En daar staat een tafel, stond daar in het midden. En op die tafel lagen sleutels. Ik weet dat ik dat moest onthouden van mezelf. 2010 is weg. Goed. Ja. Dat was niks. Ik loop daar naar beneden. Ik zag een gigantisch lange muur met allemaal tekentjes. Bij die muur stonden nou ontelbare tafeltjes met kistjes. Was al vrij indrukwekkend. En toen zag ik opeens een beetje wat de bedoeling was. Ah, oké. Okay. Oh, Jezus. Wat lijkt er op dit? Aatje met een soort skipiste eronder. Even kijken. Daar is de A omgedraaid. A omhoog, skipiste aan de onderkant. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. We hadden 10 minuten tijd om een reeks te vinden met dezelfde Chinese tekens als die op de muur stond. Misschien is dit wel de bovenkant. Belangrijk is wel, we hadden maar 1 kans. Dus je kon niet gokken, je kon niet alle kistjes openmaken. Oh nee, het is al deze. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Okay. Klees, zij die weten, spreken niet. Zij die spreken, weten niet. Ja, dit kan ik niet lezen natuurlijk. Grijn. Ik wens je dan veel geluk. Deze is het dan nog niet. Het is een onderkant. Deze is het. Nee, dit is het zeker niet. Maar ik hoop maar dat ik het goed doe nu. Dan wordt het andere kant. Ik ben Buddy Venner, ik ben presentator, acteur en zanger. Ik presenteer onder andere bij de Avrotros en RTL. Ik acteer in verschillende jeugdfilms voornamelijk. En zing covers op YouTube. Kandidaat zijn bij Wie is de Mol. En dan ook nog in een jubileumseizoen. Ja, dat is gewoon... Ik kan zelf al niet geloven dat ik meedoe aan dit seizoen. Het is sick. Dan het gekke rare vormpje. Dan die erboven. Dit is hem. Oh, yes. Tenminste, ja, ik weet niet wat hierin zit, maar... Oh, ik en wat zit erin? Oh. Bam! Groene vrijstelling. Je loopt die trap af. En daar stond echt een gigantisch gouden beeld, maar echt... Giga, ik weet niet hoeveel meters hoog. Dat moet ook gewoon natuurlijk de man die dat boek heeft geschreven zijn. Echt fantastisch. Fuck, wat veel. Jezus, ik weet niet eens hoe ik hem om moet houden ook. Zo. Nee. Oh my god. Is dat die? Is dat die? Oh, wacht eens even. Poppetje, die. Poppetje. Die klopt. Nog een poppetje. Ik denk dat het 1, 2, 3, 4, 5, 6. En opeens zag ik 3 poppetjes met een tak en alle andere symbolen. Ik dacht, nou, dat is het kistje. Als dit niet... Dan ga ik op Chinese les, ik beloof het. Dus ik maak dat kastje open. Dat kistje zat deze vriend. Het is een zwarte vrijstelling. En een zwarte vrijstelling zorgt er natuurlijk voor dat alles wat in wordt gezet
teniet gedaan wordt. Dus al zet iemand een groene vrijstelling in. Al zet iemand een joker in. Papa, kijk eens. Sorry, sorry maar helaas. Johan, zonder zelf kleiner te worden, kun je anderen doen groeien. Nathan, het is verstandiger een kaars te branden dan te klagen over de duisternis. Je moet zo'n keuze maken. Wat wordt het? Ja, ik ga voor geluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ben Anita Witsier en ik ben presentatrice bij KRO NCRV. En jullie kennen me misschien wel van Anita wordt opgenomen en de reunie. Ik ben ongeduldig. Come on! Slordig. Ik ben pragmatisch. Ik ben lief. Ik ben soms grappig. Ik ben lichtgetrouw. Punctueel. Ik kwam daar aan en eigenlijk door de hele emotie van, nou, die ik had om daar naartoe te lopen, stond ik echt gewoon volledig te bibberen. En ik moest echt zo, ik dacht tegen mezelf van, oké, inademen, uitademen, inademen, uitademen. Oh, fuck. Oh man, het is niet te doen, jongens. Niet te doen. Die is daar, maar dan klopt die niet. Maar dan en dan, vaak. Ik ga het kringeltje zoeken, denk ik, want dan heb ik een makkelijkste. Deze. Het was nog niet zo makkelijk, eerlijk gezegd. Ik zat 3 rijen met allemaal tekentjes, maar er zat 1 kringeltje bij. 1 fliebeltje. Ik dacht, nou, dat is wel een herkenbaar fliebeltje. Dus ben ik die hele muur afgelopen op zoek naar dat fliebeltje. Nee, daar is het kringeltje ook niet. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ah, ik heb hem. Ja. Holy fuck. Holy fuck. Opeens, dan zie ik die teken en de tweede teken. Oh, ik hoop dat dit klopt. En denk van, ja, dit moet het zijn. Ik denk niet eens dat ik heb gecheckt of het allemaal klopte. En het lukte. Die ging open. Mijn naam is Nathan Rutjes, voormalig profvoetballer. Ja, waar ik echt naar uitkijk zijn de spellen. Ja, actie. Mijn strategie is gewoon keihard blijven observeren, zonder dat mensen denken dat ik aan het observeren ben. Ik zie alles. Weet je, ik heb gewoon een 6e zintuig. Wie is wat aan het doen? En dat ik dat gewoon hier heb zitten. Jaike, de wijze streeft nooit naar het grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken. Rob, voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen. Speel je het spel alleen of neem je iemand in vertrouwen? Spreek je de waarheid? Hoe je het spel speelt, is aan jou. De wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet. Kringeltje, mannetje, wormpjes, bakje. Nou, dan is dit hem. Dan is dit mijn kistje. Wormpje, wormpje, kom maar. Op een gegeven moment krijg je vanuit die muur zoveel informatie naar binnen dat je gewoon bijna niet meer kan filteren. Dus je denkt iedere keer van, ik heb maar weinig tijd, ik heb maar weinig tijd. Dus ik raakte in paniek. Come on, come on, come on. Ik ben Jaike Belvoor. Ik ben actrice. Je kan me kennen van Celblok H. Of van een seizoen van De Slimste Mens, waarin ik de halve finale heb gehaald. Yay. Mijn strategie is eigenlijk luisteren, kijken en anderen het werk voor me laten doen. En observeren.
een gegeven moment zag ik de bovenste twee. Hé, die heb ik hier. Dan hoop je, laat die twee daaronder ook kloppen. Hé, die klopt ook. Maar dan ga je toch aan jezelf twijfelen van, nou ja, ben ik dan niet nu te zeker van mezelf? Klopt het wel echt dat je gaat 1000 keer opnieuw checken? Met een heel eng gevoel stop je die sleutel erin, want je wilt niet dat je de verkeerde hebt en hij gaat open. Mijn eerste opdracht, mijn eerste kistje, ik pak gewoon een zwarte. Maar ja, dat weet verder niemand. Daar is een tuiltje, er zit een mannetje onder. Wacht, rustig, Mil. Aanhalen. Ik schoot een beetje in de paniek. Ik dacht, al deze tekens, het is gewoon te veel. Maar dat is een tuiltje, mannetje. Hier, dat is een soort kut, ik ben weer bij. Iedere keer als je wegkijkt naar je briefje en weer daarna kijkt, ben je het weer even kwijt. Gelukkig, op een gegeven moment... Het klein stukje vanuit het midden zag ik mijn kistje. Wijsvinger, tijltje. Ja, dan moet dit omschrijven. Het zal erin zitten. Oké. Okay. Het is begonnen. Wie is de Mol 2020? Het 20ste seizoen. Een porseleinen jubileum. En dus zijn we in de bakermat van het porselein. China, in Hunan. Een provincie met 96 miljoen inwoners. Het warme welkom door de lokale bevolking is nog maar het begin. De kandidaten gaan te maken krijgen met een totaal onbekende cultuur. Gebruiken. Een taal die ze niet kennen. Letterlijk en figuurlijk zijn ze ver weg van onze westerse wereld. In die omstandigheden moeten ze met opdrachten geld verdienen voor de pot. Maar in hun midden is een tegenstander. De Mol. Die probeert ongemerkt de boel te saboteren en de winst van de pot zo laag mogelijk te houden. De uiteindelijke opbrengst gaat naar de kandidaat die aan het eind van de serie het antwoord weet op die ene vraag. Wie is... De Mol. Allemaal lekker uit, hè? Te gek. Leuk dit. Oh, dopinda's, gezellig. Oh, dopinda's. Maar jongens, hoe was jullie dag? Hoe was jullie? Ja, het was gewoon een hele zware dag, Johan. Houd toch eens op met zeuren. Johan dacht dat het slim was om met z'n allen informatie te gaan uitwisselen. En eigenlijk had niemand daar echt zin in. Wil niemand iets zeggen? Oké, mag ik iets anders vragen? Dan heeft iemand geld voor de pot. Was dat een mogelijkheid? Heeft iemand geld voor de pot vandaag? Nou jongens, eet smakelijk. Ik ben Johan Goossens, ik ben schrijver en cabaretier. Ik toer met mijn cabaretshow door het land en ik heb een aantal boeken geschreven. Onder andere over de tijd dat ik les gaf op een ROC. Ik heb geprobeerd, ik dacht ik gooi wat openheid in een groep. En ja, eet smakelijk jongens. Vrienden van mij zeggen, je hebt helemaal geen pokerface, dus je kan helemaal niet goed liegen. Dat geloof ik ook wel, ik kan niet echt goed liegen. Dus ik denk dat ik gewoon heel dicht bij mezelf blijf en gewoon goed om me heen kijk. Wie ik niet geloof.
Maar we kunnen toch wel delen welke kamer we naar binnen gingen? Want dat zegt helemaal niks over wat je uiteindelijk hebt in je... Ja, dat is wel leuk. Wie de geluk en wie de wijsheid heeft. Ik ben geluk ingestapt. Geluk? Geluk? Ja, ik ook. Geluk? Zonder twijfel. Willen mensen geluk vingers? Ik dacht dat ik de enige was. Ik was niet de enige die voor geluk had gekozen. Ook Nathan, Johan en Miljuska hadden dat gedaan. Maar die kwamen allemaal na mij. Volgens mij was de ene tafel was de eerste 10 jaar van Wie is de Mol. En de andere tafel was de tweede reeks. En toen ik kwam was er 1 weg. Maar er waren 2 mensen voor mij. Dus ik dacht, eentje heeft deze poort gekozen en de ander heeft een andere poort gekozen. Mm. Ja, dat had ik ook bij mijn tafel. De enige 2 die voor mij aan de beurt waren geweest, waren Tina en Buddy. En die zeiden dat ze allebei voor de weg van de wijsheid hadden gekozen. Dat klopt toch niet? En waarom zou je hier over liegen? Ik vond het mooiste vond ik met die kinderen. Dat je denkt, wow. Met al die trommels en die entree. En dat je denkt, dat gaat echt nooit meer van mijn netvlies. Mooi, hè? Ja. Toen kwamen we in de kamer, Johan en ik. En toen al snel kwamen we toch op het gesprek over... Wat gebeurde er nou tijdens de opdracht en wat zat er in jouw kistje? Ik was wel heel blij met wat ik vond in mijn doosje. Ik heb een vrijstelling. Nee. Ja? Wil je zien? Oh, jij hebt een... Ja. Nee, joh. Ja. En op dat moment moest ik dus de keuze maken. Ga ik het hem vertellen, ja of nee, van de zwarte vrijstelling? Maar toen dacht ik, nee, ik moet het slim spelen. Maar ik kan je wel vast vertellen, voor mij was het een deceptie. Oh ja? Ja. Ik kreeg het gezegd op een papiertje. Dit spreukje, dit tegeltje. Dat je op de badkamer zou kunnen hangen. Ja. Dat was het. Ja. Oh. Dus toen heb ik gelogen. En het ging me heel goed af. Geen centje pijn. Terecht op een markt met alle kleuren, geuren en lawaai van dien. Overal liggen leuke dingen, nieuwe dingen die je niet kent. Er lag zoveel aan specerijen, aan kruiden, aan groenten, aan eten. Het was een soort van beheerste chaos. Goedemorgen. Nogmaals, welkom in China. Ik hoop dat jullie een beetje scherp zijn. Want met deze opdracht kunnen jullie voor het eerst geld verdienen voor de pot. Op deze markt hangen tablets. Met daarop afbeeldingen van halve geldbiljetten. Linkerhelften en rechterhelften. Maak daar foto's van. En combineer die foto's in dit rek tot je weer hele biljetten hebt. Over 20 minuten tel ik alle complete biljetten. En het totaalbedrag daarvan zet ik om in geld voor de pot. Oh ja. Ik heb geen camera's bij me, dus als jullie foto's willen maken, moeten jullie gebruik maken van de mobieltjes van de mensen. Deze. Succes! Overvol markt, heel veel Chinese mensen, allemaal telefoons, niemand spreekt Engels. Succes! Let's go. Laten we eerst even zoeken. Waar zijn de tablets? Ik ga die kant op. We hebben ons verspreid over de markt en we zijn op zoek gegaan naar die tablets. Ja. Oké. Okay. Zie je even tablet hier? Hier. Can you make a picture of the picture? Zo. Ja, dat is je telefoon. Je hebt de telefoon? Ja. Ja, super, ja. En rechterkant. Wacht, weet je. Ja, en uiteraard waren er natuurlijk regels bij deze opdracht. De eerste was dat wij niet zelf de foto mochten maken, maar dat de Chinese mensen dat moesten doen. En de tweede regel was dat er maar 1 foto gemaakt mocht worden. Maar er was natuurlijk een slideshow van verschillende biljetten. Dus dat was ook nog wel een dingetje. Wat is dat? Nou. Is dat links of rechts? Yes. Oké, daar hebben we Rick. Oh ja, hier. Hé, daar is er eentje. Hier. Waar? Hier. Ja. Kom maar iets sneller rennen eigenlijk. Put your telephone, take a picture.
No, not this one. Dit is een min of een tientje. De kijkers dit jaar mochten de bankbiljetten verzinnen. Hartstikke leuk. Maar voor ons een extra horde om te nemen, omdat wij hadden die bankbiljetten nog nooit gezien. Picture? Ja. Oké, okay, nu moeten we hem terugkrijgen, ja, of niet? Ja. Oké. Okay. Jij krijgt hem al mee, toch? Ja, veel plezier. We rennen met z'n allen naar een eerste paal toe. Maar je mag maar één foto per persoon, per telefoon maken. En je moet dan terug naar het bord, waar 20 houdertjes hangen, zodat je uiteindelijk 10 geldbedragen kan maken. Oké, okay. You wait here. Yes? I'll be right back. Wait here. Oké, okay, ik heb hem dus daar achtergelaten, dus ik hoop niet dat hij zijn telefoon pakt en wegloopt, hè? Ik ben Claes Iversen en ik ben modeontwerper. Ik zou blijf hier, bij je telefoon. Ja, dat is daar. Nou, dat is op hoop van 7 dan. Ik denk dat ik een best sociaal kandidaat ben. Ik probeer wel vrienden te maken met iedereen. Ja, everybody's friend. Dat hoop ik. Kom met me, kom met me. No? Kom met me, kom. Kom, kom, kom. Kom, let's go. Hier. Can you make picture? You're good, sir. Yes, we're friends, right? I'm a really nice person. Yeah, that's perfect. Come, come, come. Nee, nee, andersom. No. Helemaal goed. Rechterkant. No, this, come on, we gaan naar somewhere else. You go with me? Als zij wil, neem me mee. Ja, ja. Je hebt een picture. Het viel me mee hoe makkelijk ze met me meegingen. Misschien ook omdat ik wel heel overtuigend was. Kom. Even een foto maken. Kom. En dan, like this, yes, make it. Yes, now. Oké. Oké, kom. Alles wat ik in Nederland eng vind, vind ik hier echt totaal niet eng. Ik moest gewoon die telefoon, ik moest gewoon een Chinese persoon met me meekrijgen. En dan moesten we naar het bord rennen. Sorry. Heb je 100? Sorry. Welk links? Big links. Buddy had zich al opgesteld in deze hele weerwaar als een soort van, ik ga dat hele bord regelen. Want je moet je voorstellen, die mensen moeten wel hun telefoon afstaan. Terwijl ze dus helemaal niet Engels spreken. Denken, waar ben ik in beland? Waarom moet ik een foto maken? Maar goed, ik vertrouw deze lieve, aardige, lange mensen wel. Reflecties te heftig, hè? Ja, dat is nee. Mijn naam is Leonie ter Braak en ik werk voor SBS6 en Net5. Ik presenteer daar onder andere het programma Niets Liever Dan Een Kind. Maar u kunt me ook kennen van Goedemorgen Nederland. Want dat heb ik 5 jaar mogen presenteren op NPO 1. I need swipe. I need this picture. No. Ik zou een goede mol kunnen zijn. Maar mensen vertrouwen mij. En ik kan gewoon goed liegen. Mensen geloven mij. Wat heb jij niet? Een linker 100 of linker 50? Ik dacht, ik moet op de plek zijn waar besloten wordt hoeveel geld er uiteindelijk verdiend wordt. Uiteindelijk bleek het dat alleen Johan en ik bij het bord gingen staan. En ik noem het niet echt een samenwerking. Johan heeft precies niks gedaan. Ja, mensen. Very nice. Very good. Nice. Die zijn compleet. Very good. Ik was aangenaam verrast hoeveel mensen er meewerkt. Hoeveel mensen echt gewoon heel braaf daar 10 minuten, een kwartier bij dat bord hebben staan wachten. En dan in 10 minutes en dan we win. Woehoe. Ja, we win. Moet je naar je werk? Moet je, weet je wat? Huh? Ja, en ik zei ook, ja, if you're ready, if we finish, we win, hey. Nou ja, toen dacht ik ook wel gemeen, want die mensen winnen natuurlijk helemaal niks. Ja, wij winnen iets, maar zij winnen helemaal niks. Maar goed, dat zei ik er dan niet bij. Wacht even, hier komt die 250 ook. Ze moet snel zijn. Ja. Quickly. Yeah? Ja. So, put your finger here. No. Yes. Oh. We hadden dus een tablet gevonden. Maar die tablet, daar gingen de foto's heel snel. Dus, maar daar kwam wel een 250. Dus elke keer wij zo, ja, nu. En iedere keer was het net iets te laat. Oké, okay. We go, oké? Okay? Nee. Ze heeft nu al een foto gemaakt. Ja, maar die gebruiken we niet. Nee, maar die gebruiken we niet. We gebruiken maar één foto. Oké. Okay. No. Again. Yes, now. En toen begonnen opeens foto's te maken van alles wat daar was. Toen dacht ik van, hè, maar we mogen toch maar één foto maken. Maar, alright, wij al die foto's gemaakt, wij terug naar het bord toe. Wie heeft de rechterkant van 250? Dat moet compleet zijn, hè? Dit is compleet. Dit is klaar. Wat hebben we nu even kijken? 100, 150, 52. Alles wat dubbel is, is nu compleet. Daar moeten we niet meer aankomen. Dus alles wat dubbel is, daar moeten we bij. Dus dubbel laten hangen, oké? Okay? Ja, niet meer aankomen. Ja.
Rechter 250, ja. Rechter 50. Ja. Ik had dus gezien bij een paal dat we daar één biljet van konden maken. Dus in die stream had je links 50 euro en rechts 50 euro. You have that? Yes. Oh, thank you very much. And now we have to find someone else with the phone and to make the other side. Okay? Ja. Dus ik dacht bij mezelf, ik kon gewoon twee Chinezen te verzamelen en eentje van links te laten maken en eentje van rechts. Wait. Dit is wat. You have it? En dan als collectief met z'n drietjes, hup, zo afleveren bij Buddy. Buddy, weer een budget. Heb je weer? Helemaal ja. Helemaal. 50 euro. 50 euro. Rechts en links. Kom maar, allebei. Yes. Thank you. Dus je moet wel even de schermen zien, hè? Even tik tik de schermen zien. Even de schermen zien, tik tik. Ja, is het maar bijna deze. Deze. Three minutes. Er was een vrouwtje die zei, ja, die wees naar haar telefoon. En die zei, ja, ik moet hem hebben in het Chinees. Ik weet niet, ik verstond het niet. Maar zei, ik moet nu naar mijn werk. Of ze moest naar de kapper, of ze moest naar de pedicure. Ik weet niet wat ze moest, maar ze moest weg. Ik zei, nee, nog 5 minuten. Ja, nog 4 minuten, nou, tot 3. Nou goed, uiteindelijk moest ze echt weg. En toen ja, heeft ze toch wel die telefoon van het bord gerukt. Oh, oké. Okay. Nou ja, zesje. Niks aan te doen. Ja, wat hebben jullie nodig? 2,50. Ja, maar we weten niet of het de linker of de rechterkant is. Heb jij nog een 2,50 gezien dat je denkt, hier is er een, maar er moet er nog een zijn? Maar dat komt goed. Het is alleen belangrijk om te weten welke kant wachten jullie hier. Weet ik niet. Dat weten we niet. Dat zeiden ze, zoek 250, maar ze wisten niet welke kant het was. Daar maakt de foto's hier. Het zullen niet per se dezelfde zijn, denk ik. Oké, wat hebben we? 50? Wat hebben we nodig? We hebben nog een 250. Nog een 250. Okay. Toen de tijd bijna om was, toen ging iedereen opeens zich ook focussen op een bedrag van 250 euro. Waarom ga je in de laatste minuten focussen op een bedrag van 250 euro waarvan we al hebben bewezen dat we het in die 15 minuten niet hebben kunnen vinden? We zoeken dus nog 250 rechts. Is dat weer? Is dat weer? Wat gaan we doen? Gewoon foto maken. En maak een foto. Kun je een foto? Television? Television. Wat gaan we doen? Dutch television. Yeah. Yes. Sister. Okay. Can you come with me? Give me your hand. Come. Charity program? Yes. Can you take picture? Can you take picture 100? Is good. Is het goed? Ja, Rick, 100, kom maar. Ja. Volgens mij is het 50, ja. Shall I carry your boodschappen? Nee? Oké. And now we run, okay? We run. Come on. We have to go there, see you? Come on. Biddy! Ik heb 100! We zijn er klaar. Nee! Wij waren redelijk tevreden. We dachten, oh, daar hangt 100, daar hangt 50, daar hangt van alles op dat bord. Kandidaten, ik weet niet of het aan jullie inzet lag of aan jullie Chinees. Maar het is jullie gelukt om behoorlijk wat mensen te overtuigen om hun mobieltje in elk geval aan jullie uit te lenen om foto's te maken. Daarvoor mijn complimenten. Ja, toch. Goed gedaan. Tijdens deze opdracht zijn er met de mobieltjes meerdere foto's gemaakt. Ja, zie je. Ja. Dat was tegen de regels. En dus is het bedrag 150 euro voor de pot. En toen dacht ik, oké, dit is vreemd. Hier is gemold. 50, 100. Nou, dat was natuurlijk een enorme deceptie. Want alles wat wij naar het bord hadden gebracht was afgekeurd. Omdat er gewoon te veel foto's waren gemaakt met één telefoon. 150 euro, de eerste opdracht. De mol is blij. Wie wil het zijn? Wie wil het niet zijn? Ik hoef niet. Oh ja, jullie willen het niet? Nee, ik hoef niet. Nou, Tina, wil jij beginnen? Ik wil het zijn. We willen zijn samen. Oké, vechten. Nou, ik dacht, nou, geef maar aan mij. Dan ben ik de penningmeester. Ja, oké. Ongeveer. 1, 2, 3. Ja, gefeliciteerd. Ja. Nou, we hebben de penningmeester. Ja. Nee. De ik heb geen idee. Ik verlies eigenlijk alles wat niet gewoon aan me vastgebonden zit. Dus het is eigenlijk een heel slecht idee. Maar ik dacht, daar heb ik in ieder geval iets van verdenking op me geladen. Ik wil iets weten van jou. Ja. Rick zei, kies je de kamer van wijsheid of kies je de kamer van geluk? Toen heb ik voor wijsheid gekozen. Ja. En jij ook? Ja. Buddy heeft ook gezegd, ik heb gekozen voor de kamer van wijsheid.
Maar toen ik binnenkwam was er maar één sleutel weg. Ja. En dat is gek als er twee mensen zijn binnen geweest. Ja, als Bibi zegt ik ben in wijsheid geweest. Ja, en als mijn geheugen klopt. Ja. Ik heb 2008 gepakt. Ik heb 2010 gepakt, dat mag je best weten. Ik ga het nu laten zien. Deze vriend. Dan ligt Buddy. Dan heeft Buddy gelogen. Want Buddy zei dat hij ook in die kamer is geweest. Daar is hij dus niet geweest, want Tina heeft 2010 en voor de rest lagen alle sleutels er nog. Omdat jij mij dat geeft? Ze was het trillen. Dit is very good news for me. Ga je hem gebruiken? Weet ik niet, maar ik denk het wel. Als Leonie die zwarte vrijstelling inzet, dan kan ik mijn zwarte vrijstelling bewaren, niemand weet het, voor een volgende keer. Nee, maar serieus, dat mag je echt tegen niemand zeggen. Echt tegen niemand. Ja. De lunch vandaag was buitengewoon interessant. En dan heb ik het niet over het eten. Begin het hebben over de troeven. Ik denk dat vrijwel iedereen iets heeft. En mijn angst is dus, als er zoveel is gestrooid met dat soort dingen, dan is er waarschijnlijk ook een zwart in de keuken. Actiereactie. Ja, ja. Zal ik openen? Ik heb een joker. Okay. Ik heb een joker en waarom ik dit graag wil bespreken is, ik wil hem eigenlijk graag inzetten. En ik ben gewoon bang dat iemand denkt, ik knal die zwarte erin. Natuurlijk gaat niet iedereen zeggen dat hij een zwarte heeft. Maar dat was voor mij in ieder geval wel ook een manier om even bij iedereen te peilen. Wie is er eerlijk? Wie durft te vertellen wat ze hebben gevonden? Zijn er mensen die niks hebben? Ja. Oké. Betekent dat de mensen die niets hebben het kistje niet open konden krijgen of zat er niks in? Ik heb het kistje niet kunnen open krijgen. Niet kunnen open krijgen. Nee, maar dan weet je, dan gaat het, dat is wat anders dan dat er niks in zit. Ja. Oh jongen, wat is dit een ellendig spel gewoon. Ja. In zo'n gesprek ga ik even achteruit, even uitzoomen en kijken wie wat zegt en wie op welke manier reageert. Maar of er daadwerkelijk eerlijk wordt gezegd of nou een joker is of een vrijstelling of een zwarte vrijstelling, ja, daar is nog geen pijl op te trekken. Maar ik weet in elk geval wel dat ik niet de enige ben. In die vrachtwagens zitten de kandidaten in duo's opgesloten. Ze moeten zichzelf bevrijden door opdrachten uit te voeren. Daarna moeten ze de wagens zo parkeren dat die zoveel mogelijk geld opbrengen voor de pot. Als hen niks ontgaat, kan dat bedrag oplopen tot 2100 euro. Maar voor het zover is, moeten ze wel eerst zien te ontsnappen. Oké. Oh my god, nee. De blinddoeken gaat er vanaf. Oké. Alright, please. We staan in een ruimte vol foto's. Ja, en dit zijn allemaal oude deelnemers. Ja, dat wist je. Ja, het zijn allemaal oude foto's. Maar, oh nee, dat zijn ook oude foto's van vroeger. Pijpen en een jerrycan. Ah, dan denk ik dat ze dit water daarin moeten krijgen. Ja. We zagen eigenlijk alleen één groot vat met water hangen en één soort pijp. Daar lag helemaal onderin lag een soort bad-eentje. Daar zat waarschijnlijk dan het sleuteltje aan. Oh, dit is mijn favoriete spel! Oh, yes. Zakgeld, grijpmachines en kinderdroom. Daar is een slot. Ja. Voor codes. Zie je. We moeten een cijfercode hebben. Dat is duidelijk. We moeten... Ik doe de blinddoek af. Huh? Een lege ruimte. 1389. Haal de volgende foto's weg. Groepsfoto's. Zullen we daarmee beginnen? Ja. Of jij doet de groepsfoto's en ik doe de foto's met de jokers. Very good idea. Yes. Jokers. Goed kijken, laat je niet door de... Hier, kijk eens, je krijgt voor mij al deze joker. Ik zoek daar gewoon... Oh ja, groepsfoto's ook. Dan doen we die gelijk ook wel. Ik heb een idee. Wat dan? Druk die eens in. Ja. Jij met je voet of iets, doe je die erbij. Kijk, misschien als we al die knoppen indrukken, valt er wel ergens iets uit. Mijn naam is Rob Dike. Ik ben muzikant. Ik maak Nederlandstalige liedjes. Veel banjo, veel mandoline. En ik speel heel graag festivals en we maken hele toffe liedjes. Het enige wat ik me nu kan bedenken is...
Mijn karakter is vriendelijk, warrig, slordig, grappig en super fanatiek. Hier zit logica in. Ja, waarom? Maar wat? Oké, ik wil het wel één keer proberen, zodat jij ervan af bent van die tik. Nee, dat kan toch niet? Maar daarom liggen die dingen hier. We moeten een verlengstuk maken. Dus we moeten een bouwwerk maken, denk jij? Dat we ze alle drie tegelijk kunnen, dat we ze allemaal tegelijk. Ja? Ja, het lijkt me. Nee. We moeten op zoek gaan naar een sleuteltje. We moesten een manier vinden om eruit te komen en ik werd helemaal gek. Wat zouden die codes kunnen betekenen? 2170. 955-950, 987-985. Zo. En dan weer zo. De lange moet in ieder geval die richting op gaan. Ja. En de korte zijn dan naar de zijkant. Ja. Ben je die zak gecheckt hier zo? Nee. Ik merkte heel erg aan Mil dat ze dolgraag zo'n knuffel wilde pakken. Ik hoorde op een gegeven moment ook al de kraan gaan. Ja, ik heb hem. En ze had ook nog gewoon zo'n knuffel te pakken. Een mol. Maar daar was ik wel blij om. Omdat we ook al even konden kijken van, is er misschien een code op die mol? Het lijkt inderdaad te voor de hand liggend dit, hè? Ja. Foto's van de test. Dat is dus de vragentest, hè? We moesten alle groepsfoto's van de wanden halen. Alle foto's met een test. Dat is altijd iemand alleen, hè? Een test. Dus dat is in principe... Ja, het schermpje of zo, toch? Ja. Hier, test. We moesten... opdrachten op het water. Ja, kijk, hier ook. Hier zijn ze bij het op strand. Nee, dit is niet op het water. Nee, volgens mij telt dat niet mee. Presentatoren. Dit was toch een presentator? Laat het zien. Ja, Karel van der Graaf. En jokers. Als de foto's weg zijn, dan moet er dus een code ontstaan. Kijk, nou hier begint er iets te ontstaan. Very good. Oké, dus eigenlijk wat we nodig hebben, als ik dit doe... Kijk, nu missen we alleen die, klopt dat? Ja. Ja, nou we gaan iets maken waar ik op kan zitten. Kan ik met die andere voet daarbij? Let's go, kom, we gaan een stoel maken. Klonk al heel logisch, timmeren, dat gingen we doen. Hoeveel hebben we nodig om een beetje breed te komen? Oh god, waarom ben ik zo'n anti-man in dit soort shit? Kan ik niet. Twee linkerhanden. Woe! Kijk, kom op daar. Nu, waar, ook, nou, weet je, waar zijn nou die andere poten? Dit is er eentje. Ik kan je vertellen, echt met die gozer, daar win je echt de oorlog niet mee. Die cijfers, daar kunnen we niks mee. Je kan geen cijfer, geen combinatie of zo. Nee, niks. Nee. Oké, we moeten... Ik heb gewoon... Misschien op een hele andere manier denken. We hadden allebei geen oplossing. We konden gewoon maar niet verzinnen hoe we uit die vrachtwagen moesten. Nou, maar dit is toch echt heel gek? Gaan we ieder randje helemaal zo. Loop jij die kant op, doe ik deze kant. Oké. Maar geloof me, ik wil hier echt uit. Yes. Hippa. Ja, misschien moet je... Dan, ja, heel goed. Dan weer even zo en dan zo. Ja. Oh, ja. Oh, dit gaat... Dit kan wel lang duren trouwens. Oh, nog. Nee. Hier zit... Wacht af. Hier zit één mol in. Ja. Hier zitten er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Die molletjes, dat is het natuurlijk. Moeten ze niet allemaal grijpen? Er zit daar geen code in. Zij zijn de code. 99. Nee, en die dan? 989. Nee, 989. Ja. Ja. Super. Rustig kijken. Ik ben Miljuske Wietsenhuis, een hele mond vol. Zeg maar gewoon mail vanaf nu, dat is een stuk makkelijker. Ik ben bezeten van eten. En daar maak ik dan ook programma's over. Voor RTL, voor 24 Kitchen. Als het maar over eten gaat, dan heb je mij te pakken. Ik ben zo benieuwd hoe ik het ga doen in een groep. Ik ben eigenlijk niet zo sociaal. Oké, go. Het is gewoon een grote auto. Hoe ga ik dit overleven en wat voor lessen ga ik hieruit halen? Wacht. We hebben een nummer bovenop staan. 0, 1, 2. Wacht. Dit is het spelteken. Wij zijn het begin van het geldbedrag. En ik realiseer me opeens, als iedereen zichzelf bevrijdt uit die escape room... en het juiste
parkeervak pakt, dat we 2100 euro kunnen winnen voor de pot. Wacht, wacht, we staan tekens op. Hier staat 5, 4, 3, 2, 1. En wij zijn de? Wij zijn euro. Ja, dan moeten wij toch wel aan? Ja, als zij een getal zijn. Maar als je het leest, van daaraf, lees je het over hier? Ja, toch? Ja, maar moeten we dan... Moeten we... Ja, we moeten hem op 5 zetten dan. Toch? Ja. Als je zo leest? Tuurlijk. Dus als je ervoor staat, lees je het zo? Ja, toch? Je kijkt natuurlijk vanaf de andere kant. Dus we moeten het lezen van rechts naar links. Want aan de andere kant is het van links naar rechts. Heel onlogisch. Omdat je op 5 gaat staan. Maar ik denk dat we goed zitten. Ik hoop echt dat we goed zitten. Hier op het water. Hier, Angela, fucking idioot. Oh, hier, presentator. Oké, Klaes. Hier, presentator, toch? Ik kan het niet zien. Dus dit is gewoon niet nadenken. Dat is wat we moeten zijn. Maar schat, wat doe je nu? Je bent een... Oh, nee. Een schroef. Je bent een schroef. Plak aan het slaan. Maar het gaat er veel sneller als we met een schroef doen. Nee. Als we hem erin draaien. En dat is wel waar. Ja. Yes. Leonie kan ook niks. En dan druk ik me eigenlijk nog heel zacht uit. Het is... Ja, dit... Daarom is mijn huis ook nog niet af. Als ze hier straks iets vinden en ik heb het niet gezien... Dan is het echt niet omdat ik een mol ben, hoor. Want ik zie het echt gewoon niet. Ja, of je hebt de sleutel al, hè? Ja, dan zou ik hem uit mijn zak halen en gebruiken. Ja, is dat zeker? We hebben die escape room echt millimeter voor millimeter... bekeken en besnuffeld. Geen sleutel. Zal ik hem even hier afknijpen en dan laten we een stukje hier heen lopen? Ja. Juist. Op water. Hoppa. Hey, heb je hem? Ja. Ja. Yes. Nice one. Such a gentleman. Nou, en toen wou ik echt zo snel mogelijk, we moesten die vrachtwagen naar voren rijden, een vak in. En Jijke zei, ja, even kijken, ik moet eerst even checken. Dus zij begon om die vrachtwagen te lopen. Ik dacht, nou ja, ik weet niet wat ze aan het doen is. Ik zat eigenlijk alleen maar van, oh, ik moet die vrachtwagen gaan rijden. Ik heb nog nooit een vrachtwagen gereden, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel tof. Heb jij een voorkeur waar we heen moeten? Zet hem maar voor, hè. Tussen de pionnen. Nou, we staan er. Nice one. You did it. Bam. Ja, ik had de sleutel nog niet omgedraaid, de motor nog niet uitgezet. Of ik dacht, hey, wat zit er voor kaartje aan? En daar zag ik het nummer 4. Toen dacht ik, oh, ja, we zitten verkeerd. Zitten, ik ben klaar. Dit geloof ik. En hoe gaan we nou bedacht? Nee, dan degene die hier zit, gaat met zijn één voet deze doen. Met zijn rechterhand deze doen. Met zijn hoofd deze. Met de andere hand die. Dan doe ik deze 3. Maar wacht even, misschien dat jij dit bedoelt. Jij snapt die en ik snap deze. Oké, dat is goed. Ik merk dat anders mijn frustratie heel erg groot is. Oké, ik zit samen met Jan in ruimte. Dat klinkt een beetje eng. En op een gegeven moment denk je, ja, het gaat niet meer lukken. Het gaat gewoon niet meer lukken. Ja, man! Nee, wacht! Ja! Boem! Ja. Boem! Oh, lekker! Dat meen je niet. Lekker! Oké, moeten kijken. Wat staat er op die vrachtwagen? Ik word gek! We zijn eruit! Wat staat op de vrachtwagen? Is dat een sleutel? We zijn nul! Op het moment dat Buddy dat sleutel had en dat het, ja, was een groot geluk. Ik was echt zo blij! Met de vlam in de pijp, Anita! Met de vlam in de pijp! Nul, jij moet zo hard. Oké, niet te hard rijden, dan kan ik kijken. Wees linker, dan zijn we gewoon nul. Waar is nul? Ik zie een 1. Nog even rechtdoor rijden, rechtdoor. Ik zie hier een 4. We moeten uit het begin, dan zijn we 0. Waar is de 0? Ik zie een 4. Ik zie een 1, een 2, een 3, een 4. Is dat ja, een 5? Ja, klopt. We hebben 0 boven de auto, maar een 1 op de sleutel. Dan gaan we naar de 1. Gaan we 1 gokken? Ja. Is 1. Oké. Pas op voor de paaltjes. Pas op voor de paaltjes. We staan. Nou, denk je. Kassa. Kijk, nou, wat kan dit worden? Code. Dat is een E. Nee, het is een streepje en dan dit. Dus dan hier moeten we nog iets weghalen, denk ik, vrees ik.
tijd tikte door. Ik denk maar, we moeten iets gaan invullen. Zeg iets, iets, Klees. We gaan gokken. Twee? Twee. Eén is de volgende. Wat is de volgende? Ja, maar wie is dit? Wat is dit dan? Weet is het een presentator? Maar ik gok op één, want één? Anders zie ik wat het is. Wat is dat? Oh. Een acht? Ja, het is... Maar ik kan nog letters zagen. Ja, ik doe negen. Nee, zie je? Het is mijn eerste rode scherm. Ja. Fuck! Toen was het gewoon afgelopen voor ons. Balen. Ze ging wel heel snel die cijfers intoetsen, wat natuurlijk helemaal niet klopte. Dus ik vond dat toch wel een beetje opvallend. Weet je zeker dat dit hem is? Ja, ik denk het wel. Hoor. Ik moet gewoon voor gevaar voor eigen leven. Hoe had ik dit gedacht? Oh, dat kon ik natuurlijk. Nee. Dus hij moet hoger. Oh god. Oh god. Nee. Johan, Jijke, Anita, Buddy, Melushka en Nathan. Het is jullie gelukt om die vrachtwagens te parkeren en om er überhaupt uit te komen. Gefeliciteerd daarmee. Mooie prestatie. De anderen, bedankt voor de inspanningen. Maar helaas, jullie hadden dus 2100 euro kunnen verdienen bij deze opdracht. Een mooie aanvulling voor de pot. Maar kijk, daar staat een bedrag van 20 euro. Nou, we gaan even zoeken. Waar zat hij? Hier. Johan. Ja, geweldig. Mooi. Kersvers penningmeester. Was je er goed op? Ja, zeker. Ja, die 20 willen we niet kwijtraken. Zou ik niet doen, nee. Alle kleine beetjes helpen in deze fase. Precies. Jullie hebben nog één avond om uit te vinden wie de mol is. Morgen zie ik jullie weer bij de test en executie. Nou jongens, dat wordt een gezellig avond. Ja, een hele leuke avond. Ja, wat dat is er gemold? Hier is extreem gemold. Waar je eerst een opdracht gezellig doet en lekker met elkaar in de bus zit en aan het reizen bent, is dit wel het moment dat je opeens denkt, wow, oké, wacht heel even. We zijn nu echt begonnen. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Eerste test, eerste executie. Je wil natuurlijk niet die twijfelachtige eer van de club van de eerste. Het is voor iedereen Russisch roulette. Deze eerste test. Niemand heeft enig idee. Ik moet gewoon mijn boerenverstand gebruiken en gewoon rustig blijven en gewoon na blijven denken. Niet iedereen is verdacht, maar wel een aantal mensen zijn verdacht. Tina, Anita, Johan en Buddy. Dat zijn mijn vier verdachten. Leonie is mijn mol omdat zij net een beetje te dom af en toe. En dat geloof ik gewoon niet. Het is een hele slimme vrouw. Ik kan me niet voorstellen dat jij dan niet weet dat je een schroef niet moet halen. Dat gaat er bij mij niet in. Ik heb het gevoel dat er al mensen zijn die denken te weten hoe het allemaal zit. Er moet iemand zijn in de groep die niet gaat spreiden. En ik doe dat absoluut.
niet. Dus dat geeft me ergens wel een goed gevoel. Mijn groene vrijstelling komt op tafel. Stel je zet hem niet in en je gaat naar huis, dan word je toch helemaal misselijk. Ik denk op dit moment aan Mariska. Aan Tina. En aan Rob. Er zijn een paar mensen die ik niet verdenk. Nathan, wat ik echt een schat van een jongen vind. Maar die is het niet. Jijke is geen mol. Dat is geen mol. Ik zie geen dubbel spel of zo bij haar. Johan daarentegen zou wel eens de mol kunnen zijn. Maar ik denk dat hij te chaotisch is. Hij zou het kunnen, maar of hij het is... Dat betwijfel ik. Ik heb gewoon heel duidelijk het gevoel dat Anita de mol is. Dat is een soort buikgevoel. En dat is niet door wat ze doet, niet door wat ze zegt, maar door hoe ze dingen zegt. En daardoor denk ik, ja, dat is de mol. Dat is gewoon heel duidelijk. Ik heb al een idee over wie mijn mol is. Maar ik moet spreiden. Dus ik vermoed Buddy, ik vermoed Mil en ik vermoed Anita. Ik weet dus echt oprecht niet of ik die zwarte vrijstelling in moet gaan zetten. Het is best wel een dilemma, want zet ik het in, zet ik het niet in. Ik weet het niet. Mijn gut feeling zegt Nathan. En kan ik dat stoelen? Eigenlijk niet. Want hij is super behulpzaam, hij is heel aardig, hij houdt zich op de vlakte. Maar hij schrijft bijna niks op. Ja, ik zit echt wel een beetje in de vrouwenhoek. En dan is er misschien wel eentje die er voor mij uitspringt. En dat is Tina. Tina is in mijn ogen tot nu toe gewoon perfect. Ze geeft je helemaal niet het gevoel dat ze misschien wel een opdracht zou kunnen saboteren. Dat ik denk van, ja, maar Naad, wacht eens even. Als je even kijkt naar haar achtergrond. Ze is ook de actrice, hè, vriend. Even scherp blijven nu. Tina staat sowieso op mijn lijstje. En dat komt wel door de opdracht die we samen hebben uitgevoerd gisteren. Omdat ik vond dat ze toch wel iets te snel gewoon zomaar iets heeft ingevoerd op die tablet. En ja, iets klopt gewoon niet. Wijsheid of geluk? Die keuze legde ik jullie voor bij onze eerste ontmoeting. Sindsdien zijn sommigen van jullie wijzer geworden. Sommigen hebben geluk gehad. Er zijn troeven in het spel gekomen. En die zijn ook ingezet bij de test. Waaronder... een zwarte vrijstelling. Dat betekent dat alle andere ingezette troeven niets meer waard zijn. En dus gaat degene die de test het slechtst heeft gemaakt vandaag naar huis. Wie wil als eerste zijn scherm zien? Nathan. Een moedige vrijwilliger.
Gefeliciteerd. Oké. Meer moedige vrijwilligers? Leonie. Buddy? Tina? Gefeliciteerd. Ja. Anita. Ja. Jij stak je hand op. Sorry. Ja, ik vond het wel superleuk. Ik ook. Superleuk. Hey, vrouw? Ik twijfelde heel erg over die zwarte vrijstelling. Eerlijk gezegd voelde het niet lekker om hem in te zetten. Maar ik had met Tina gesproken. Ze had me verzekerd dat zij helemaal niks had. Toen dacht ik van ja, als zij niks heeft en Buddy heeft niks, dan is het gewoon niet fair. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ik heb hem ingezet. Dag Nathan. Zo leuk om je weer te kennen. Anita is natuurlijk echt een verbinder. Bij Anita kon je altijd terecht als je even een praatje wilde maken. Zij sprak ook iedereen aan. Ik had echt het gevoel dat zij het team bij elkaar hield. Dus dat gaan wij zeker missen als ploeg. Dankjewel, hè. Ik zat in totale tunnelvisie op Anita. Zodanig dat ik dacht, nou ja, het is bijna gênant zo duidelijk het is dat Anita de mol is. Het was voor mij zo obvious. En toen kreeg zij een rood scherm. Dank jullie wel allemaal. Ja, ik vond het ongelooflijk leuk om mee te hebben gedaan. En ik gun het jullie heel erg om verder te gaan in het spel. Dank je wel. Doeg. Doeg. Dag. Dag. Doeg. Dag lieve Anita. Dag Anita. Goeie terugreis, hè? Hoe voel je, Anita? Heel dubbel. Ik vind het heel erg jammer. En wat ik net zei, dat meen ik oprecht. Want voor de rest zou het veel pijnlijker zijn om als eerste eruit te gaan dan voor mij. Dus dat vind ik wel een heel fijn gevoel voor hen. Ik zag je bij de allereerste ontmoeting. Was je zo ontroerd al door... Het was zo mooi. Ja. Je was ook fanatiek. Ja. Dat hebben we ook gezien op de markt. Ja. Ja, ik ben altijd wel fanatiek in spelletjes. En het heeft me wel ook verbaasd dat ik me over bepaalde drempels heen kon zetten. Om toch gewoon mensen mee te nemen en zo. Dat die gêne bleek ik toch niet te hebben. Dus dat is ook wel weer leuk om te ontdekken. Ja. Goed, oké. Moet kijken. Wat staat er op de vlucht terug? Ik word gek. Dan wens ik jou een hele goede vlucht naar Nederland terug. Ja. Slaap lekker, rust goed uit. Ga ik doen. We zien elkaar in Nederland. In Nederland. Heel veel plezier nog. Succes hier. Dank je wel. Dag. Tot ziens. Dag. Volledige paniek. Technische opdracht. Het is in het Chinees, dus dat is heel fijn. Oh, Leo, ik heb die hele dingen verstrikt met elkaar. Maar zo stom. Yeah, I got you. No. Zegt u dat maar. Ga op. En dat zijn ze. Oké, jongens, we zien jullie nu rijden. Ja. We zien een stuk. Luister ook dit seizoen naar de podcast van Wie is de Mol? Thuis bij AfroTros. Ik word gek.